Drie jonge Heulse ondernemers slaan de handen in elkaar om de geschiedenis een gastronomische touch te geven. Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van het kasteel van Heulen gaan Bert van Wijnen de Klerk, Thijs van restaurant Hula en Nick van patissier Bossaert proeven van een legendarische Madeira-wijn van 1895, het geboortejaar van het kasteel van Heulen. Dat doen ze niet alleen, maar samen met jullie. Zijn ontleed door onze smaakvirtuozen. En zij toverde een uniek gebakje die de 125 jaar oude Madeira alle eer aan doet. Ook zin om dit once in a lifetime tasting event mee te maken? Beantwoord de eenvoudige vraag. Uit welk memorabel jaar zou je graag eens een Madeira proeven? En waarom? Thijs, Nick en Bert selecteren enkele personen met de meest wonderlijke momenten. En zeg nu zelf, heb jij ooit al eens een heerlijke 125 jaar oude wijn geproefd? Tot dan!